Ed Horst, hoe is het hier allemaal begonnen? Nou, we kregen vanochtend een melding van een uitslaande woningbrand. Daarop zijn de blusgroep van Dokkum gealarmeerd. Die zijn met 2 tanken oude spuiten uitgerukt in een hoogwerker. Ter plaatse komen was er inderdaad sprake van een uitslaande brand. Heel heftig. En er bleek waarschijnlijk ook nog een persoon aanwezig te zijn in het pand. Wat hebben jullie vervolgens kunnen doen om die persoon te redden? We hebben de persoon helaas niet kunnen redden, omdat de brand zo hevig was. Hebben we de binnenaanval halverwege moeten staken in verband met de veiligheid van eigen personeel. En we hebben vervolgens, omdat hij door het dak kwam, hebben we de hoogwerker ingezet voor verdere blussing. Wat de gevolgen hadden nog voor de omwonenden, want het is natuurlijk een rijtjeshuis. Ja, de omwonenden zijn door de politie uit hun huis gehaald. En er wordt via de gemeente wordt er voor vervangende woonruimte gezocht. Wel te triest natuurlijk, als brandweer ben je er om mensen te redden, om zoiets aan te treffen. Ja, het is natuurlijk een traumatisch gebeuren. Je wordt ermee geconfronteerd als brandweer. Maar ja, dat is een risico van het vak eigenlijk. We hebben daarbij ook het botteam, het bedrijfsopvangteam, hebben we ingeschakeld om nog even een nabriefing te doen, een debriefing. Als we kijken naar de schade, ja, de woning zelf, daar is weinig meer van over. Maar de rest? Ja, de woning heeft behoorlijke schade opgelopen en de naastgelegen woningen hebben rook- en waterschade opgeleverd. Dus voor die bewoners wordt nog een oplossing gezocht.